Michael Rosheuvel, gefeliciteerd allereerst met deze overwinning. Ja, hartstikke bedankt. En, het is een heerlijke overwinning en je hebt er echt ervan nodig. Ja, het ging in het begin even de 0-1 terughalen, de 1-1 maken. Het was eigenlijk een identiek voorzet van jou op Shaheen. Had je dat afgesproken? Ja, op de trainingen trainen we er wel vaak op. En het is mooi dat het nu uitkomt. En oefening baat kunst in. Het is de bedoeling dat we deze lijn vast gaan houden. Dat we dat wel wat vaker kan bereiken. Ik heb je vandaag dingen zien doen die ik moet mee terugverdedigen en zo. Je zat er ook helemaal erin, dat zag ik. Ja, dat is normaal. Ook het aantal meters wat je maakt in de wedstrijd. Dat is dat je tegen het einde van de wedstrijd dan tegen verzuring aanzit. Maar het is hartstikke mooi. En hard werken voor het team beloont zich hopelijk altijd uit. Jullie hebben de laatste 25 minuten van vorige week goed doorgetrokken vandaag. Ja, dat was ook bedoeling. We hebben ook gezegd tijdens de teambespreking dat we de laatste fase van vorige week, het zou mooi zijn als we dat konden doortrekken. En dat je misschien rekening moet houden met bijvoorbeeld een tegentreffer. En het is ook goed dat we ons niet van slag hebben laten brengen. Ja, en je hebt nu weer een beetje lucht onderin. Ja, daarom. En je loopt 4 punten weg. En het is hartstikke mooi, maar niet te veel naar onder kijken. Dus we moeten het omhoog gaan kijken. Want er komen nog zware wedstrijden aan de komende weken, zeker. AZ, Heerenveen noem ik dan even en Ajax. Ja, daarom zijn die de minste tegenstanders. Dus het is voor ons gewoon belangrijk dat we het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En allereerst misschien vandaag nog even genieten van deze overwinning. En donderdag moeten we gewoon fris en vrijdag staan tegen Willem II. Hoe gaan jullie met de beker om tegen Willem II? Want dat is misschien een kortste weg naar voor een prijs te pakken. Ja, daarom. Dus het is de bedoeling dat we dat uit de serieus aanpakken. En dan zullen we wel zien hoe het loopt.